Oma Brit leest voor uit de reeks De Magische Boomhut, deel 7, Avontuur in de IJstijd. Geschreven door Mary Pope Osborne in 1996 en geïllustreerd door Sal Murdocca. Dingen met een M. Kom, we gaan naar de boomhut, zei Caroline. Ze waren van het zwembad op weg naar huis en kwamen nu bij het woud van de Kikkervallei. Nee, ik wil me eerst omkleden, zei Ben. O, maar dat duurt veel te lang, zei Caroline. Wil je Mira dan niet zo snel mogelijk redden? Ja, natuurlijk wel, zei Ben. Nou, kom op dan, voor de zon ondergaat, zei Caroline. Ze gingen er als een pijl vandoor, recht het woud in. Ben zuchtte. Hij gaf het idee over iets anders aantrekken maar gauw op. Hij duwde zijn bril op zijn neus en volgde Caroline het woud van de Kikkervallei in. De warme lucht rook fris en groen. Hij liep langs plekken met zonlicht en schaduw. Al gauw kwam hij bij een open plek. Hij keek omhoog en daar was ze, de magische boomhut in de grootste boom van het woud. Haast je, riep Caroline en ze klom de touwladder al op naar de boomhut. Ben greep de ladder vast en volgde zijn zusje. Eindelijk waren ze boven. Piep! In het raam van de boomhut zat een muis. Hoi Prikkie, zei Caroline. Ben aaide de muis op haar kop. Sorry dat we niet vroeger konden komen, zei Caroline, maar we hadden zwemles. Piep! Wat is er hier gebeurd? Terwijl we weg waren, vroeg Caroline en ze keek in het rond. Ben staarde naar de grote M die in de houten vloer gekerfd stond. Op de M lagen een maansteen en een mango, de speciale voorwerpen die ze tijdens hun laatste twee reizen hadden gevonden. Hé, nu snap ik het, zei Ben. Maansteen, mango, dat begint allebei met een M, net als Mira. Ja, je hebt gelijk, zei Caroline. Ik wed dat de voorwerpen alle vier met een M beginnen, zei Ben. Juist, zei Caroline. Ik vraag me alleen af waar we het volgende zullen vinden. Zij en Ben staarden naar de boeken in de boomhut. Boeken over het regenwoud, over ninja's, piraten, mummies, ridders, dinosaurussen. Ze waren allemaal dicht. Slechts één boek lag opengeklapt in de hut. Nou, we zullen eens kijken, zei Ben. Ze liepen naar het open boek en ze keken naar de bladzijde waar het boek open lag. Er stond een prent in met rotsen en sneeuw. O, zei Caroline en streek met haar vinger over de prent. Ik ben dol op sneeuw. Ik wou dat we er al meteen naartoe konden. Nee, wacht eens even, zei Ben. We zijn niet voorbereid. Maar toen viel hem iets te binnen. En we hebben helemaal geen warme kleren aan. Stop! Oeps, zei Caroline. Te laat. De wind stak op. De bladeren begonnen te ritselen en de boomhut begon te draaien. En ze draaiden sneller en sneller. En toen was alles stil. Zo stil als vallende sneeuw. Beenderen. Ben en Caroline en Prikkie keken naar buiten. Uit een grijze hemel viel sneeuw. De boomhut stond in de hoogste boom in een groepje met grote kale bomen. Het groepje bomen stond in een uitgestrekte witte vlakte. Aan de overkant waren steile rotsen. Ik heb het koud, zei Caroline en ze klappertandde. Ze wikkelde haar handdoek stevig rond haar. Piep, piep. Prikkie klonk alsof hij het ook koud had. Arme muis, zei Caroline. Ik steek je in Ben's rugzak. Daar zul je het wel warmer hebben. Caroline liet Prikkie in de rugzak glijden. We moeten naar huis, zei Ben. We hebben warme kleren nodig. Onmogelijk, zei Caroline. We kunnen het boek over de Kikkervallei toch niet vinden voor we klaar zijn met deze opdracht. Weet je nog? Zo werkt de magie. Oh ja, zei Ben en hij keek om zich heen. Het boek over de Kikkervallei dat hen telkens terugbracht naar huis was nergens te bespeuren. Caroline tuurde opnieuw door het raam. Waar zijn we ergens? Vroeg ze. Ik zoek het op, zei Ben en hij raapte het open boek op en las de titel op de kaft. Het leven in de ijstijd. IJstijd? Riep Caroline uit. Geen wonder dat we het koud hebben. Nou, we kunnen maar beter meteen het voorwerp zoeken, zei Ben, voordat we doodvriezen. O, kijk, fluisterde Caroline opeens, mensen! En ze wees uit het raam. Ben zag ze ook, vier figuren op een rots, twee grote en twee kleine, allemaal met een speer in hun hand.
Wie zijn dat? Vroeg Caroline. Ik zoek het wel even op in het boek, zei Ben. En hij vond een prent met enkele mensen erop. En hij las hardop voor Caroline wat erbij stond. De eerste moderne mensen werden Cro-Magnons genoemd. Tijdens de laatste ijstijd in Europa leefden ze soms in grotten in de rotsen. En waarom dragen ze speren? Vroeg Caroline. Ben sloeg de bladzijde om en hij vond nog een prent met Cro-Magnons. En hij las hardop. De Cro-Magnons gingen met de hele familie op jacht. Ze bedekten diepe kuilen met takken. Dan joegen ze de rendieren en de mammoeten in de val. Oh, dieren in de val lokken, wat gemeen, zei Caroline. Ja, toch niet, zei Ben. Ze moesten leven van de jacht. De supermarkt bestond nog niet, weet je. Ze keken hoe de familie over de rand van de rotsen verdween. Kom, ik bevries, zei Ben. Laten we voortmaken en het M-voorwerp gaan zoeken, terwijl de Cro-Magnons aan het jagen zijn. Oh, maar ik wil ze ontmoeten, zei Caroline. Ja, vergeet het, zei Ben. Ze hebben geen boeken waarin alles staat over ons. Ze zullen denken dat we een vijand zijn en met een speer werpen. Ajakkes, zei Caroline. Ben stak zijn boek weg. Piep! Prikkie stak haar kop uit de rugzak. Daar blijf hoor, zei Caroline. Ben deed zijn rugzak om en klom langs de touwladder naar beneden. Caroline volgde. Op de ijzige grond kropen ze dicht bij elkaar. De wind gierde ijskoud langs hen heen. Ben wikkelde zijn handdoek om zijn hoofd. De sneeuw blies tegen zijn brillenglazen. Hé, Ben, zei Caroline, kijk eens naar mij. Caroline had haar zwembril omgedaan. Nu kan ik zien, zei ze. Oh, dat is goed bedacht, zei Ben. Bedek nu je hoofd met je handdoek. De meeste lichaamswarmte gaat verloren via je hoofd. Caroline wikkelde haar handdoek rond haar hoofd. We moeten een grot vinden of een andere warme plek, zei Ben. Ik wed dat er grotten zijn in die rotsen daar, zei Caroline. Snel stapten ze met hun tweeën de witte vlakte op. De sneeuw was nog niet zo diep, maar de wind blies keihard. Ik zei het toch, Caroline wees naar een opening in de rots. Een grot. Ze renden er naartoe. Voorzichtig hoor, zei Ben. En ze liepen voorzichtig de donkere grot binnen. Binnen was het maar een beetje warmer, maar hier blies de wind tenminste niet. In het grijze licht stampten ze de sneeuw van hun schoenen. Caroline zette haar zwembrilletje af. Het stinkt hier, zei Ben. Ja, bah, het ruikt naar natte hond, zei Caroline. Eens kijken wat ik over de ijstijd te weten kan komen, zei Ben. Hij trok het boek over de ijstijd uit zijn rugzak. Ik kijk wel even rond, zei Caroline. Misschien ligt het M-voorwerp hier wel. Dan kunnen we naar huis, naar de warmte. Ben stond aan de ingang om het boek beter te kunnen bekijken. Nou, deze grot ligt vol met stokken, zei Caroline. Wat? Zei Ben. Hij keek niet op van zijn boek. Nee, wacht. Ik denk dat het beenderen zijn, zei Caroline. Beenderen? Echoede Ben. Jawel. Een heleboel hier achteraan, allemaal verspreid over de grond. Ben sloeg de bladzijde van zijn boek om. Hij vond een prent van een grot gevuld met beenderen. Ik hoor iets, zei Caroline. Ben lag het bijschrift onder de prent van de grot en er stond: de grote hole beren uit de ijstijd waren meer dan 2 meter groot. Deze beren waren groter en woester dan de grizzlies van vandaag. Hun grotten lagen bezaaid met beenderen van hun voorouders. Caroline, fluisterde Ben, kom meteen terug hierheen. Ze bevonden zich in het hol van de grote hole beer. Brrr. Caroline, fluisterde Ben opnieuw. Geen antwoord. Hij stak zijn boeken rustig terug in zijn rugzak en liep dieper de grot in. Caroline, zei hij een beetje luider. Ben stapte op de beenderen. De geur van natte hond werd sterker. Hij liep verder, dieper in de stinkende duisternis. Hij botste ergens tegenaan. Ben hapte naar adem. Ben, zei Caroline, ben jij het? Heb je me niet gehoord, fluisterde Ben. We moeten hier weg. Wacht, zei ze, er slaapt iemand in deze grot. Hoor je hem snurken? Ben hoorde een luid, diep, brommend geluid. Eerst was het luid, dan stil. Dan luid, dan stil. Dat is geen mens, zei Ben. Het is een grote holenbeer. Een slaperig gebrom doorboorde de lucht.
Oh, help, zei Caroline. Vooruit, wegwezen, zei Ben. Hij en Caroline renden de grot door, over de beenderen, terug in de sneeuwstorm. Ze bleven rennen en rennen tussen de gevallen rotsblokken en onder overhangende rotspunten. Ten slotte stopten ze en draaiden zich om. Alles wat ze konden zien was sneeuw en rotsen en hun eigen voetafdrukken in de sneeuw. Geen beer. Oef, zei Caroline, dat was op het nippertje. Ja, zei Ben, misschien werd hij toch niet wakker. We waren gewoon in paniek. Caroline kroop dichter tegen haar broertje aan. Oh, brrr, ik bevries, zei ze. Ja, ik ook, zei Ben. Hij zette zijn bril af om de sneeuw eraf te vegen. De koude wind blies tegen zijn blote benen. Oh, wauw, zei Caroline, kijk. En ze wees naar iets achter Ben. Wat? Ben zette zijn bril weer op en draaide zich om. Onder een rots was een brede richel. Onder de richel was nog een grot. Het was alleen dat deze grot een gouden gloed leek te hebben. Deze grot zag er knus en veilig en warm uit. Cro-Magnon-kinderen. Ben en Caroline kropen naar de grot en gluurden naar binnen. Een klein vlammetje danste vanuit een bed van gloeiende kolen. Bij het vuur lagen messen, bijlen en uitgerolde stenen. Tegen de muur lagen dierenhuiden netjes op een hoop gestapeld. Hier wonen mensen, zei Caroline. Misschien is dit het huis van de Cro-Magnons die we hebben gezien, zei Ben en hij keek in het rond. Laten we naar binnen gaan en ons opwarmen, zei Caroline. Ben en Caroline liepen snel naar het vuur en warmden hun handen. Hun schaduwen dansten op de stenen muren. Ben haalde zijn boek over de ijstijd tevoorschijn en hij vond een prent van een grot en hij las. Cro-Magnon maakte veel voorwerpen uit dieren, planten en stenen. Uit mammoetbeenderen maakten ze instrumenten die op een fluit leken. Uit plantenvezels maakten ze touwen. Bijlen en messen maakten ze uit steen. Ben haalde zijn notitieblok en zijn potlood tevoorschijn. Hij begon aan een lijstje. Cro-Magnons maakten fluiten uit beenderen, touw uit planten, stenen, bijlen en messen. Tadaa, zei Caroline plotseling. Ben keek op. Caroline had een mantel aan. Hij had een kap en lange mouwen. De mantel hing helemaal tot beneden, tot aan haar schoenen. Waar heb je die vandaan? Vroeg Ben. Van die stapel dierenhuiden, wees Caroline. Dat zijn vast hun kleren. Misschien zijn ze nog niet af. Ze pakte nog een dierenvel en gaf het aan Ben. Probeer maar, het is echt warm, zei ze. Ben deed zijn rugzak en handdoek af en gooide ze op de harde grond. Hij gleed in de mantel. Die voelde erg warm en zacht. We zijn net Cro-Magnon-kinderen, zei Caroline. Piep! Prikkie stak haar kop uit Ben's rugzak. Blijf jij nou maar daar, zei Caroline. Er is geen mini-pelsje voor jou. Prikkie verdween in de rugzak. Ik vraag me af hoe ze deze mantels hebben gemaakt, zei Ben. Hij bladerde door het boek en zag een prent van een Cro-Magnon. De vrouw was aan het naaien en hij las. Cro-Magnons schraapten met vuursteen hun dierenvellen schoon en glad. Ze gebruikten naalden van been om de vellen aan elkaar te naaien voor een mantel. Ben voegde aan zijn lijstje toe. Kleren uit rendierhuiden. Ik hoop dat de Cro-Magnon-mensen niet boos worden omdat we hun mantels lenen, zei Ben. Nou, misschien moeten we hun onze handdoeken geven, zei Caroline. Om hen te bedanken. Dat is een goed idee. En mijn zwembril ook, zei Caroline. Ze legde hun geschenkjes boven op de stapel dierenhuiden. Laten we de grot onderzoeken voor ze terugkomen, zei Ben. Het is te donker achteraan, zei Caroline. We kunnen daar niks zien. Oh, ik zoek wel eens uit hoe de Cro-Magnons licht maakten in het donker, zei Ben. Hij opende het boek over de ijstijd en vond een prent met Cro-Magnon-mensen met grappige lampen in hun handen. Hij las hardop voor Caroline. Cro-Magnon-mensen maakten lampen van steen. Ze holden een steen uit, vulden hem met dierenvet en staken dat aan met een lont van mos. Oh, daar, zei Caroline en ze wees naar twee stenen bij het vuur. In de holte van elke steen zat een kleverig wit goedje en een hoopje mos. We moeten voorzichtig zijn, hoor, zei Ben. Hij raapte één steen op. Hij was kleiner dan een soepkommetje, maar veel zwaarder.
Ben hield de steen tegen het vuur en stak het hoopje mos aan. Hij stak ook de andere lamp aan en gaf die aan Caroline. Draag hem met beide handen, hoor, zei hij. Ja, dat weet ik, zei Caroline. Ben stak het boek onder zijn arm. Hij en Caroline droegen hun stenen lampen naar de achterzijde van de grot. Hé, ik vraag me af waar dit naartoe gaat, zei Caroline. Ze hield haar lamp tegen een opening in de muur. Ik zoek het op in het boek, zei Caroline. Hij zette zijn lamp neer en bladerde door het boek over de ijstijd. Ik denk dat het een tunnel is, zei Caroline. Ik ben dadelijk terug, hoor. Wacht nou even, zei Ben. Te laat. Caroline had zich al door de opening gewurmd en ze was verdwenen. O jee, zei Ben en hij zuchtte. Hij sloeg het boek dicht en tuurde in de opening. Kom terug, riep hij. Nee, kom jij maar hier, zei Caroline. Haar stem klonk ver weg. Dit geloof je nooit. Ben pakte zijn lamp en boek op. Toen dook hij in de smalle tunnel. Oh, wauw, klonk Carolien's stem. Ben kon haar lamp in de verte zien flikkeren. Op zijn hurken haastte hij zich naar haar toe. Aan het einde van de tunnel was een enorme grot met een hoog plafond. Caroline hield haar lamp dicht tegen de muur. Kijk, zei ze. Haar stem echode. Op de muur waren dieren geschilderd met strepen van rood en zwart en geel. Er waren holen beren en leeuwen, elanden, rendieren, bisons en wolharige neushoorns en mammoeten. In het vlakkerige schijnsel leken de prehistorische dieren tot leven te komen. Sporen in de sneeuw. Wow, wat is dit voor een plek, zei Ben. Misschien een kunstgalerij, zei Caroline. Nou, dat denk ik niet, zei Ben. Je kunt er bijna niet bij. Hij las over de grotschilderingen in het boek. Deze dieren uit de ijstijd werden 25.000 jaar geleden geschilderd. Cro-Magnons tekende de dieren waarop ze jaagden. Wellicht geloofden ze dat de afbeeldingen hun macht zou geven over de dieren. Oh, kijk eens hier, zei Caroline. En ze wees naar een schilderij verderop de muur. Het toonde een figuur met mensenarmen en mensenbenen. En een rendiergewei en een uilenkop. De figuur leek een fluit vast te houden. Ben keek nog eens in het boek en hij vond een prent van de figuur en hij las. Cro-Magnon mensen leefden onder de leiding van een tovenaar of meester van dieren. Die droeg een gewei zodat hij kon rennen als een rendier en een uilenmasker om te zien als een uil. Wat is het? Vroeg Caroline. De meester van de dieren, zei Ben. Een tovenaar. Oh jee, hapte Caroline adem. Dat is het. Wat? Nou, dat is degene die we moeten zoeken. Waarom? Nou, misschien is hij een vriend van Mira. Ben knikte traag. Ja, misschien, zei hij. Nou, laten we maar gauw gaan zoeken, zei Caroline. Ze liep terug door de tunnel naar de ingang van de grot. We kunnen onze lantaarns beter uitzetten, zei Ben. Ben en Caroline bliezen hun lantaarn uit en zetten ze terug bij het vuur. Bens rugzak lag op de grond, naast de dierenhuiden. Hij stak het boek over de ijstijd terug. Hoe gaat het met Prikkie? Vroeg Caroline. Ben keek in zijn rugzak. Nergens te zien, zei hij. Oh nee, riep Caroline. Ze moet eruit gekropen zijn terwijl we naar die grotschilderingen gingen kijken. Prikkie, riep Ben. Prikkie, riep Caroline. Caroline speurde langzaam de grot door en keek in alle hoeken. Ben zocht bij het vuur en onder elk van de dierenhuiden. Ben, kom eens hier, zei Caroline. Ze stond bijna aan de ingang van de grot. Het had opgehouden met sneeuwen. En in de sneeuw liepen kleine pootafdrukken. Het lied van de wind. Sporen van Prikkie, zei Caroline. We moeten haar vinden voor ze doodvriest. Ze wikkelde haar rendierhuid stevig rond haar schouders en stapte in de sneeuw. Ben deed zijn rugzak om en volgde. De muizensporen leidden hen tussen de rotsblokken en terug naar de open vlakte. De wind blies harder nu. De sneeuw dwarrelde op de grond en bedekte de fijne pootafdrukken. Ik zie ze niet meer, jammerde Caroline. Zij en Ben stonden nu in het midden van de vlakte. Ze staarden naar de sneeuw die over de vlakte werd gejaagd. De sporen van de muis waren verdwenen. O jee, fluisterde Caroline en ze keek omhoog. Ben volgde haar blik. Boven op een van de rotsen stond een tijger.
een reusachtige tijger met twee hele lange scherpe slagtanden. Een sabeltandtijger, zei Ben. Nou, ik hoop dat hij ons niet ziet, fluisterde Caroline. Ik ook, fluisterde Ben terug. We kunnen beter snel terug naar de boomhut. Ben en Caroline liepen zo zacht ze konden terug over de sneeuw. Toen keek Ben achterom naar de rots. De sabeltandtijger was weg. O jee, zei hij, waar is die? Ren naar de bomen, zei Caroline. Ben en Caroline begonnen te rennen. Ze renden over de sneeuwvlakte, recht naar de grote kale bomen in de verte. Opeens hoorde Ben een krak. De grond zakte in en sleurde Ben mee. Caroline viel mee naast hem naar beneden. Ze landde recht in een hoop takken, sneeuw en aarde. Met veel moeite probeerde ze overeind te blijven. Ben duwde zijn bril op zijn plaats. Ben je oké? Vroeg hij aan Caroline. Jawel hoor, zei ze. Ze keken allebei omhoog. Ze zaten in een diepe kuil. Het enige wat Ben kon zien waren de grijze wolken boven hun hoofd. Dit is een valkuil, zei Ben. De Cro-Magnons hebben vast takken over deze kuil gelegd. Daarna verborg de sneeuw de takken en daarom hebben we hem niet gezien. Ja, maar we kunnen er niet meer uit, zei Caroline. Ze had gelijk. Ze zaten in de val. De kuil was veel te diep om eruit te klimmen. Ik voel me hier echt net als een gevangen dier, zei Caroline. Ja, ik ook, zei Ben. Hij hoorde een gehuil in de verte. De sabeltandtijger, fluisterde Caroline. Ben haalde het boek over de ijstijd tevoorschijn. Hij vond een afbeelding van een sabeltandtijger en hij las: De sabeltandtijger was het gevaarlijkste dier van de ijstijd. Hij viel zowel mensen aan als wolharige mammoeten en andere grote dieren. O jee, fluisterde Ben. Luister, Caroline greep een beet. Wat? Ben sprong omhoog. Ik hoor muziek. Ben luisterde. Maar alles wat hij hoorde was de wind. Hoor je het? Vroeg Caroline. Nee, zei Ben. Dan goed luisteren. Hij sloot zijn ogen en hij luisterde heel aandachtig. Hij hoorde de wind. Maar deze keer hoorde hij nog een ander geluid. Vreemd, betoverende muziek. Ah! Gilde Caroline. Ben opende zijn ogen. Een vreemd figuur met een rendiergewijd en uilenmasker staarde naar beneden. De tovenaar, fluisterde Ben. Piep! Prikkie keek ook naar beneden. Naar hen. Het geschenk van de tovenaar. De tovenaar zei geen woord. Hij staarde door de oogkassen van het uilenmasker. Help ons alsjeblieft, zei Caroline. De tovenaar wierp een touw in de kuil. Ben greep het uiteinde. Hij wil ons eruit trekken, zei Caroline. En ze keek omhoog, maar de tovenaar was weg. Waar is hij naartoe? Vroeg Ben. Zeker het touw gaan vastmaken, antwoordde Caroline. Ben gaf het ruk aan het touw. Het touw ging strak staan. En toen ging hij naar omhoog. Ik ga eerst, zei Caroline opgewekt. Caroline, dit is geen spelletje, waarschuwde Ben. Geen zorgen, ik ben voorzichtig. Ben gaf haar het touw. Oké, maar hou je stevig vast, hè? Caroline hield het touw met beide handen vast. Ze zette haar voeten tegen de zijkant van de kuil. Toen trok het touw haar de lucht in. Ze bleef met haar voeten tegen de zijkant van de kuil steunen tot ze helemaal boven was. Ben zag de tovenaar opnieuw verschijnen en Caroline rechtop helpen. Ze verdwenen uit het gezicht. Ben was in de war. De tovenaar had beide handen gebruikt om Caroline te helpen. Maar wie hield dan het andere uiteinde van de touw vast? Oh, wauw, klonk de stem van Caroline. Wat is er aan de hand? Vroeg Ben zich af. De tovenaar kwam terug en wierp het touw weer naar beneden. Ben greep het vast. Het touw ging naar omhoog. En Ben hield zich stevig vast. Hij begon te stijgen. Zijn handen brandden. Zijn armen voelden alsof ze uit de kom werden getrokken. Maar hij verloor zijn greep niet en zette zijn voeten stevig tegen de rand van de kuil. Boven trok de tovenaar Ben tot op de besneeuwde grond. Dank u wel, zei Ben en hij stond op. De tovenaar was groot. Hij droeg een lange mantel van dierenhuid. Het enige wat Ben kon zien waren zijn ogen door het uilenmasker. Hé, riep Caroline. Ben draaide zich om. Caroline zat op de rug van een wolharige mammoet. Piep! Prikkie zat boven op de kop van de mammoet. De mammoet leek op een reuzenolifant
met slordige roodbruine lange haren en lange gebogen slagtanden. Het andere uiteinde van het touw was rond de enorme nek van de mammoet gebonden. Fanny heeft ons naar boven getrokken, zei Caroline. Fanny? Zei Ben. Ja, vind je niet dat ze eruit ziet als een Fanny? Zei Caroline. Oh jee, zei Ben. Hij liep op de mammoet af. Hé, hey, mammoet begint ook met een M, zei Caroline. Misschien is Fanny het derde voorwerp. Nou, ik denk van niet, zei Ben. Het enorme dier knielde neer alsof het een circusolifant was. Wauw, zei Caroline en ze greep zich aan de oren van de mammoet vast om er niet af te vallen. De tovenaar hielp Ben nu op de mammoet te klimmen. Dankjewel, zei Ben. Daarna tastte de tovenaar in een zak. Hij haalde er een glad wit been uit en gaf het aan Ben. Het been was hol. Aan één kant had het 4 gaten en aan de andere kant zaten er 2. O, hemeltje, ik denk dat dit zijn fluit is, zei Ben. In het boek stond dat ze fluiten maken van mammoetbeenderen. Ben probeerde de fluit terug te geven aan de tovenaar. Mooi, zei hij beleefd. Maar de tovenaar hield hem tegen met zijn hand. Hij wil dat je het mammoetbeen houdt, zei Caroline. Mammoetbeen, fluisterde Ben. Hé, misschien is dit het derde voorwerp. Ben keek naar de tovenaar. Kent u Mira? Vroeg hij. De tovenaar antwoordde niet, maar zijn ogen stonden erg vriendelijk. Hij draaide zich om en maakte het touw aan de mammoet los. Toen fluisterde hij iets in het oor van het wolharige reuzendier. Toen de mammoet opstond, greep Ben naar de Carolien's dierenvel, zodat ze er niet afviel. Het was alsof hij mijlenver boven de grond zat. Hij nestelde zich achter Caroline tussen de kop van de mammoet en zijn enorme gebogen rug. De mammoet vertrok met trage, plompe stappen door de sneeuw en kwam dan op snelheid. Waar gaan we heen? Zei Ben, terwijl hij op en neer schokte. Naar de boomhut, zei Caroline. Hoe weet hij waar die is? Zei Ben. Ja, zij weet het gewoon, zei Caroline. Ben keek achterom. De tovenaar stond in de sneeuw te kijken. Op dat moment gingen de wolken uiteen en kwam de zon tevoorschijn. Ben werd verblind door het licht op de sneeuw. Hij kneep zijn ogen tot spleetjes, maar de tovenaar was verdwenen. De grote stoet. De enorme mammoet doorkruiste de open vlakte. Kijk, riep Caroline en ze wees naar een kudde elanden in de verte. Ze hadden grote, wijde geweien. Daar, zei Ben toen een kudde rendieren in zicht kwam. Ze galoppeerden sierlijk over de sneeuw. En ineens kwam er een wolharige neushoorn bij op de open sneeuwvlakte. En daarna zelfs bizons. De elanden, rendieren, neushoorn en bizon kwamen naast hen lopen, op een afstand. Het was alsof ze Ben en Caroline begeleidden op de weg terug naar de boomhut. De sneeuw schitterde in het zonlicht. Dit is een grote stoet, dacht Ben. Fantastisch! Ze kwamen dichterbij en bij het groepje kale bomen. Ik zei het toch, zei Caroline, Fanny brengt ons naar huis. Maar op dat moment liet de mammoet een luid gebrul horen. Alle andere dieren sprongen weg. Prikkie begon te piepen. Ben keek om zich heen. Achter hen sloop de sabeltandtijger over de verlichte sneeuw. De wolharige mammoet brulde en schoot voorwaarts. Ben en Caroline vielen er bijna af. Ben greep Caroline vast. Zij en Prikkie hielden zich vast aan de ruige haren van de mammoet. De mammoet draafde naar het groepje bomen, maar de tijger cirkelde rond de bomen. Hij stond tussen de grootste boom en de mammoet in. Ze zaten in de val. De sabeltandtijger liep langzaam in de richting van de mammoet. De wolharige mammoet brulde woest. Maar Ben wist dat een sabeltandtijger welke wezen dan ook kon doden. Zelfs een mammoet. De tijger hield zijn kop naar beneden. Zijn brandende ogen waren op de mammoet gericht. En zijn lange witte slagtanden blinkerden in het zonlicht. Meester van de dieren. De sabeltandtijger sloop naar voren. Ben staarde ontzet voor zich uit. Speel op de fluit, fluisterde Caroline. Ja, is ze nou gek geworden, dacht ze. Probeer het, zei Caroline. Ben hield de benen fluit tegen zijn lippen en hij blies. De fluit maakte een vreemd geluid. De tijger verstarde.
Hij staarde Ben aan. Bens handen beefden. De tijger brulde en ik kwam nog een stap dichterbij. De mammoet brulde en stampte op de grond. Speel, zei Caroline, spelen! Ben begon opnieuw te spelen. De sabeltandtijger verstarde weer. Ben bleef spelen tot hij buiten adem was. De tijger grauwde. Hij is er nog, fluisterde Caroline. Blijf volhouden. Ben sloot zijn ogen. Hij haalde diep adem. En dan blies hij zo hard en zo lang als hij kon. Hij hield afwisselend zijn vingers tegen de gaatjes en haalde ze weer af. De muziek klonk vreemd, alsof ze uit een andere wereld kwam. Hij gaat weg, fluisterde Caroline. Het lukt! Ben sloeg zijn ogen op. De sabeltandtijger droop af in de richting van de rotsen. We hebben het gehaald, zei Caroline. Ben liet de fluit zakken. Hij voelde zich erg moe van het spelen. De mammoet wuifde vrolijk met haar slurf. Naar de boomhut, Fanny, zei Caroline. De wolharige mammoet snoof. Dan denderde ze vooruit naar de hoogste boom. Vanaf de rug van de mammoet greep Ben de touwladder. Hij hield hem vast voor Caroline. Die aaide even over de enorme oor van de mammoet. Vaarwel, Fanny, en bedankt, zei ze. Caroline greep de touwladder en klom naar boven. Prikkie klom haar achterna. Nadat ze in de boomhut verdwenen waren, klom Ben de ladder op. Hij keek om naar de wolharige mammoet. Vaarwel, meisje, zei hij. Ga maar naar huis en kijk uit voor de sabeltandtijger. De mammoet wandelde weg, de ondergaande zon tegemoet. Pas toen hij haar niet meer kon zien, klom Ben ook naar boven. Hij hees zich de boomhut in. Tadaa, zei Caroline en ze gaf het boek over de Kikkervallei aan Ben. Ben glimlachte. Nu wist hij zeker dat ze het M-voorwerp hadden gevonden. Hun opdracht was volbracht. Voor we vertrekken moeten we onze mantels teruggeven, zei Caroline. Oké, zei Ben. Ze deden hun dierenhuiden uit en gooiden ze naar beneden. Brrr, zei Caroline. Ik hoop dat de Cro-Magnons ze zullen vinden. Ben staarde uit het raam. Hij wilde nog één keer naar de prehistorische wereld kijken. De zon ging al onder achter de heuvels. Vier mensen staken de sneeuwvlakte over. Het waren de Cro-Magnon-familie. Hé, hey, riep Caroline. Sst, zei Ben. De Cro-Magnons hielden stil en tuurden in de richting van Ben en Caroline. Hier zijn jullie rendiermantels, beneden op de grond. En Caroline wees naar de grond. De grootste gestalte deed een stap naar voren en stak een speer in de lucht. Nou, tijd om te gaan, zei Ben. Hij pakte het boek van de Kikkervallei. Hij vond het prent van de Kikkervallei en wees ernaar. Ik wou dat we thuis waren, zei hij. Vaarwel, veel geluk, riep Caroline en ze zwaaide uit het raam. De wind stak op en de boomhut begon om haar as te draaien. Ze draaide sneller en sneller. En toen was alles weer stil. Heel stil. Deze tijd. De vogels floten. De lucht was zacht en warm. Nou, ik hoop dat ze hun mantels zullen vinden, zei Caroline. Ik ook, zei Ben. Hij duwde zijn bril op zijn neus. Piep! Hé, hey, jij, hoe heb je die tovenaar gevonden? Vroeg Caroline aan Prikkie. Piep! Ja, het is een geheim, hè, zei Caroline. Ze keerde zich om naar Ben. Waar is de fluit? Ben hield het mammoetbeen even voor zich uit. En toen legde hij het op de M die in de vloer was gekerfd. Naast de mango uit het regenwoud en naast de maansteen uit de tijd van de ninja's. Maansteen, mango, mammoetbeen, zei Caroline. We hebben nog één voorwerp nodig dat met een M begint. En dan zal Mira bevrijd worden uit haar betovering. Morgen, zei Ben. Caroline aaide Prikkie over haar kop. Tot ziens jij, zei ze en ze klom de touwladder af naar beneden. Ben raapte zijn spullen bij elkaar. Hij stopte en keek naar de muis. Ze staarde terug met haar grote bruine ogen. Bedankt voor je hulp weer, zei hij. En toen klom hij de touwladder af. Ben en Caroline renden door het woud van de Kikkervallei en liepen hun straat in. Hun buurt zag er erg rooskleurig uit in het avondlicht. Het is fijn om terug te zijn in deze tijd, lacht Ben. Veilig en warm en bijna thuis. Ik ben blij dat we niet op ons avondeten hoeven te jagen, zei hij.
Ja, mama en papa hebben dat vast al gedaan, lachte Caroline, in de supermarkt. Ik hoop dat ze wat spaghetti en vleesballetjes hebben gevangen, zei Ben. Oh, nou, ik hoop dat ze pizza hebben gevangen, zei Caroline. Nou, haast je maar, want ik rammel, zei Ben. En ze spuchtte de oprit naar de voordeur. Ja, we zijn thuis, riep Caroline. Wat eten we? Riep Ben naar binnen.